Een drukke nacht voor de hulpdiensten vannacht. Een geparkeerde auto aan de Dr. Schaapmansingel in Nieuwland bij het Islamitisch Centrum is dinsdag rond 2:30 volledig uitgebrand. De auto stond bij aankomst van de brandweer al vol in brand. Met water en schuim wist de brandweer het vuur te doven. Twee auto's die naast het brandende voertuig stonden konden worden gered.